Hallo collega, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie meenemen in wat ik voor mijn experiment heb gedaan voor het practoraat Mediawijsheid. Er werd mij gevraagd om de Teams-omgeving te creëren voor mijn collega's en mij binnen het onderwijsteam waar ik werk. En nu vind ik liever niet het wiel uit, dus ben ik rond gaan kijken bij alle MBO-teams op het Media College Amsterdam. Om te zien hoe zij het hebben ingericht. En daar verwacht ik of hele andere werkvormen bij iedereen te zien. Of eigenlijk dat iedereen dezelfde aanpak had. Maar ik werd verrast. Ieder team die had inderdaad een andere aanpak. En had het anders vormgegeven. Maar wel aan de hand van hoe dat team onderling met elkaar werkt. En daar zag ik een paar overeenkomsten in. En daardoor kon ik 4 formats maken voor teams die op bepaalde manieren werken. Mocht je nou dus binnen het Media College Amsterdam werken, dan kun je deze formats overnemen om eventueel te gebruiken voor jouw teamsomgeving met jouw docententeam. Mocht je nou niet binnen het Media College Amsterdam werken en toch willen zien wat deze formats zijn en ze misschien wel namaken, kijk dan even dit filmpje en de andere die ik hierover maak. En dan kun je ze bekijken, namaken, inspiratie opdoen. Doe ermee wat je wil. Vandaag gaan we naar het eerste filmpje kijken. En dat is een format team per overleggroep. Dit heb ik gemaakt omdat heel veel teams op een mediacollege in overleggroepen werken. Dat houdt in dat zij al hun taken in een jaar, alle punten waar ze tegenaan lopen, alle dingen die zij nog willen ontwikkelen, verdelen in werkgroepen. Dus niet het hele team gaat dezelfde taak tackelen. Maar er zijn allemaal verschillende groepjes en die werken verschillende onderdelen uit. Dat is hier terug te zien. Dus we hebben een kanaal algemeen. En we hebben allemaal verschillende kanalen waar de informatie over en voor deze werkgroepen staan. Dit is belangrijk omdat zo'n werkgroep met elkaar moet kunnen overleggen, bestanden moet kunnen delen. En dat daar gewoon de ruimte voor moet hebben zonder dat je heel veel ruis veroorzaakt voor alle docenten. Ik ben zelf een Engels docent en dan vind ik het heel fijn als ik niet alle zaken van de praktijkvakken meekrijg, zoals het bestellen van nieuwe apparatuur, omdat ik daar niks van af weet. Dat gaat mij niet aan. Ik kan er dus ook geen input op leveren. Dan is het dus fijn dat ik als docent die ruis niet mee hoef te krijgen. In het kanaal algemeen staan er dus ook zaken die echt het volledige team aangaan. Dat zijn bijvoorbeeld, als we in bestanden kijken, een gids voor nieuwe medewerkers. Wat zijn de afspraken binnen het gehele team? Waar kunnen zij informatie vinden? Dat soort zaken. Overlegstructuur en afspraken. Het is namelijk wel heel erg belangrijk als je in verschillende groepen gaat werken, dat iedereen dezelfde naamgeving aanhoudt, zodat je makkelijk gebruik kunt maken van de zoekbalk. En ook binnen andere mappen dingen makkelijk terug kunt vinden. Het allerbelangrijkste nog, en wat ook uit mijn onderzoek is gekomen, dat dit het beste werkt bij teams die daar voortdurend over blijven praten. Werkt dit nog? Hebben we dit kanaal nog nodig? Zijn we blij met hoe we het noemen? Gaan we jaartallen voor documenten zetten of cohorten? Dat zijn allemaal gesprekken die je moet voeren. Schoolbeleid gaat natuurlijk het hele team aan. En vakken. Dat is namelijk omdat je je onderwijs dan borgt in het kanaal algemeen. Want vrijwel alle overleggroepen bespreken wel iets dat het hele onderwijs aangaat. En dan is het een stuk makkelijker als dus al die werkgroepen bij alle vakken mee kunnen kijken in de lesplanningen, in opdrachten, in projecten die ze al hebben gedaan, in plaats van dat je dan weer allemaal kanalen af moet zoeken. Zo zorg je dat iedereen in het belang werkt van het hele team en met name ook van het onderwijs. De student en het onderwijs staan uiteraard voorop. Wat ik hier aan toe heb gevoegd ook is een staaf notebook. Dus dit is weer in het kanaal algemeen nog steeds. En in het staaf notebook heb ik hier opgeschreven wat je er allemaal in zou kunnen zetten. Je hebt namelijk een ruimte voor samenwerking, een inhoudsbibliotheek en een persoonlijk notebook. Als je de video dus even pauzeert, kun je bij elke ruimte zien, terwijl ik heel langzaam scroll, welke suggesties ik heb gegeven. Voor het gebruik hiervan.
Dat scheelt mij namelijk een hoop voorlezen. Ik heb ook een poly toegevoegd om snel input te vragen aan docenten en een teamplan in een planner. Een teamplan is namelijk fijn om in je algemeen te hebben, zodat iedereen scherp heeft wat we voor het team moeten doen en in waarom je in welke werkgroep zit bijvoorbeeld en hoeveel tijd je daar nog voor hebt. Zo kun je herhaalde taken zoals koffie kopen, erg belangrijk, kun je hieronder kwijt, hoge prioriteiten taken kun je hier kwijt, dingen die dit jaar nog moeten maar misschien nog niet zo'n hoge prioriteit hebben, ambities, wat dus niet per se dit jaar hoeft en dingen die even geparkeerd worden waar gewoon geen ruimte voor is. Dit kun je geheel zelf aanpassen, andere namen geven, je kunt het verschuiven. Misschien is de koffie wel op, dan wordt dit een hoge prioriteit. En zo kun je alles voortdurend alle kanten opschuiven. Je kunt dingen afvinken, maar dan verdwijnen ze niet. Kun je nog wel zien wat er al bereikt is en door wie. Nou ja, dat is erg fijn, vind ik zelf. In de kanalen staan dan vervolgens de werkgroepen. Als je trouwens meer wilt weten over dingen als Staff Notebook, Polly, dan hebben we andere video's waarin die uitgebreid uitgelegd worden. Daar ga ik nu niet op in. In de kanalen zoals Algemeen Vormend Onderwijs staan dan ook functies. Dus we hebben ook de bestanden. En hier zijn dingen bijvoorbeeld als boekenlijsten, en per vak misschien nog een map. Schoolbeleid waar rekening mee gehouden moet worden met bijvoorbeeld dingen als vrijstellingen, examens. Ook dat moet je bespreken, ook met het gehele team, zodat zij ook weten waar ze kunnen zijn, in welk kanaal. Notities, stel er zijn overleggen binnen deze werkgroepen, we gaan er vanuit van wel. Dan is het fijn als je een ruimte hebt om je aantekeningen te maken. Moet je dan wel even instellen natuurlijk. En wat heel fijn is, is bijvoorbeeld ook forms. Je kunt vanuit een team forms uitsturen en dan kan iedereen binnen dat team, of in dit geval kanaal, de antwoorden ook zien. Fijne ook is dat je deze forms kunt delen. Oftewel in andere kanalen hetzelfde vorm kunt zien met dezelfde antwoorden. Dat doe je bijvoorbeeld in examinering, is het ook wel belangrijk om te weten, goh, welke studenten hebben vrijstelling van het examen ook bijvoorbeeld. Nou, dan kunnen die ook meekijken, dat scheelt. Ook kun je, nou, onder andere in kanaal examinering, ook weer notities plaatsen, ook weer bestanden. Maar bijvoorbeeld ook een examenagenda. Zo kun je dus zelfs Outlook-agenda's koppelen aan kanalen. Je kunt echt ontzettend veel toevoegen. En zo kun je dan bijvoorbeeld een examenplanning bijhouden als je graag in Outlook werkt. Of als er docenten zijn die niet te veel toetsen op één week moeten plaatsen, kan het handig zijn als je hierin werkt. Kun je ook andere programma's voor gebruiken. Ze kunnen allemaal toegevoegd worden, dat is heel fijn. Wat ook fijn is, is bijvoorbeeld dat je de planners, dus de apps die er al in zitten, ook voor meerdere functies kunt gebruiken. Zo heb ik hier bijvoorbeeld bij de werkgroep excursies. In dit kanaal dus heb ik nog een planner toegevoegd, alleen deze is dan om te verdelen. Wie welke excursie gaat begeleiden. En again, je kunt voltooide taken al zien, je kunt dingen verschuiven, maar je kunt het ook in een planning bijvoorbeeld weergeven. Want als je liever met een agenda werkt daarvoor dat overzichtelijker vindt, dan is dat ook allemaal te zien. Of als je graag wil weten wie er nog niet, even kijken, moet ik deze hebben? Wie er nog niet een excursie begeleid heeft, kun je ook zien wie er al veel taken toegewezen hebben en wie niet. En zo kan het heel overzichtelijk werken. Als laatste is het ook fijn dat je natuurlijk privékanalen kunt maken. Dus bijvoorbeeld een manager en een teamassistent zullen vaak privézaken moeten bespreken. Nou, dan is het toch fijn als ze daar gewoon een plek voor hebben. Hopelijk kon je iets met deze informatie en heb je wat inspiratie op kunnen doen uit dit filmpje. Veel succes en ik hoor graag wat je ermee gedaan hebt.